Allereerst wil je natuurlijk de eerste overwinning in de Champions League gaan halen en meer ervaring opdoen op internationaal niveau. Maar als ik vooral ook naar de lange termijn kijk, dan wilde ik ook dat het team nog sterker ging worden dan dat we eigenlijk in de korte tijd al voor elkaar hadden gekregen. Daarnaast is het gewoon een fantastische week om jezelf als team te ontwikkelen. Ik denk absoluut dat het een hele goede mix is. Zeg maar, we hebben oudere meiden, jongere meiden, Nederlandse meiden, buitenlandse meiden. En het is een hele goede mix en op een of andere manier, ja, mixt het ook gewoon goed samen. Alles goed daar? Sorry, jullie horen ons wel, hè? Wij horen jullie niet. Oké. Nou team, wij willen natuurlijk, hebben gezegd, deze week ook als team groeien. Want we want to develop as a team. And of course there are a few players that you see on the big screen right now who are at home. And I did ask them to join the team on a few moments this week. Because even though if you're not here with the team, you're always part of the team. I told you something about commitment. And I think if you want people to be committed, you have to give the example and make sure they are committed and can be committed. Dus wat wij moeten doen is mensen er ook bij betrekken. Dit zijn mensen die natuurlijk in moeilijke situaties zitten, zijn geblesseerd. En het is al, voor degenen die ook geblesseerd zijn, those of you who were injured before, you know how hard it is if you're not somewhere with a team. So it's our responsibility, responsibility also to get them with us. And that's why I asked them, well, there will be a few moments, like today, first match we're going to win in Champions League together with you, samen met Laura, Justin en Femke. En met het hele team gaan wij succes en de geschiedenis schrijven. Nou, anderhalf dag is het zo ongeveer gehad. Goeie, mooie ontvangst hier, goede eerste 24 uur. Ja, nu klaar om te trainen en we mogen eindelijk het veld op. Dus ja, we zijn allemaal gebrand en we hebben er zin in. Alles nog van vorig jaar, dat is een belangrijke wedstrijd. Ja, dat is wel fijn, want het vergroot wel de focus, vind ik. In de eerste weken, je voelt ook met alles wat je doet dat het eigenlijk allemaal raak moet zijn en goed moet zijn, omdat je weet wat er komen gaat. Ja, en dat is wel te zien geweest binnen het team, want iedereen heeft echt keihard gewerkt om hier fit te staan. Maar ook in ieder geval met het idee en te weten hoe we dat gaan doen. En dat is wel echt heel goed geweest, ja. Het is natuurlijk hun huis, het is hun veld, het is hun stadion en dat mogen onze wedstrijd. Dat is wel de bedoeling. Nou, wij willen natuurlijk heel graag de volgende stap zetten. De volgende stappen eigenlijk in de geschiedenis schrijven, na een prijs te winnen, na vorig jaar deel te hebben genomen in de Champions League. We willen er alles aan doen om de eerste wedstrijd ooit in de Champions League te gaan winnen. Maar met name ook met heel attractief voetbal. Dus met name aan de bal zijn we stappen aan het maken. Met hoop om mogen terug te zien, in een hoog tempo het positiespel spelen, uiteindelijk in de eindfase komen creatief te zijn. En hopelijk dat we alle mensen die gaan kijken via de livestream te vermaken met het spel dat wij op de mat hebben. I grew up watching Champions League, and I think from the moment I realized how important and how big Champions League is, and it was just something that I wanted for myself, and it was a dream that I've had since I was probably like 10 years old. So to be able to check that off my bucket list was, yeah, a surreal experience. A dream for a very long time, and then mm-hmm. Yeah, it becomes reality. It's yeah. How is that feeling? Yeah, I mean, it was unreal. I think I was a little bit nervous all day just because I've had this dream for so long that you want it to be everything you've thought it was going to be. And yeah, with this team, I think it was that and even more. So I was really happy to do it with this group especially. I feel like this team is really special to me, and yeah, we all just have each other's backs and you feel that on the pitch. And yeah, I think from start to finish, the experience was amazing.
Nou, ik vond dat spannend in de bus, toen er een of andere wervelwind voorbij kwam en er van alles over de straat heen vloog. Dus ik hoopte al dat we zouden aankomen bij het stadion, maar dat was gelukkig gelukt, veilig en wel. Ja, wat gebeurt er dan? Ja, ook dan, eigenlijk een beetje zelden, maar ik raak niet zo snel in paniek. Ja, daar heb je geen invloed op. En ik moet zeggen, ook het team reageerde echt fantastisch. Ja, want we gaven op een gegeven moment aan, we gaan in ieder geval niet om 7 uur beginnen. We weten nog niet hoe en wat, dat gaat u even nu bekijken. En iedereen bleef eigenlijk rustig en ging nog een banaantje eten. Want hadden we gezegd, nou, zorg niet wel dat je voldoende voeding binnenkrijgt. Iedereen bleef heel rustig. Damn. Yeah, I just tried to make the best of, you know, the time in the locker room together. We discussed some things as a group. We were able to just kind of have fun a little bit before the game, take some of the edge off. But yeah, it was interesting just to sit around and wait and not really know what to expect. But yeah, I think as a group, we kind of just decided, like, you know, we're going to make the most of this experience and we're going to do this together. And yeah, I think it showed, so. What I found pretty interesting, the moment when it was raining, it was delayed and you were all sitting on the bench and you just asked the social media girl who was here, do you have service because I want to text my family that the match is delayed. Yeah. How important is the family for you? Yeah, family is the most important thing in my life. Yeah, they're my best friends and my biggest supporters, and yeah, I know that they would be tuning in to watch the game. My sister's moving into college this weekend and they still made time to watch, so yeah, I think I wanted to make sure that they knew they didn't have to wait around for an hour, you know, so but yeah, it's super important to me. Lokomotief, die zitten volop in het seizoen, die zijn op weg om kampioen te gaan worden. Dus die zitten in een flow, zijn topfit. Wij zijn een aantal weken pas onderweg, dus voor ons was dat natuurlijk wat lastiger. Dus dat maakt het wel een stukje lastiger. Ik moet wel zeggen, de weken die wij in de voorbereiding gehad hebben, die waren gewoon heel erg goed. Dus in teamsfeer zat het gewoon goed in elkaar. In het voetbalgedeelte, nou, daar hebben we in de eerste wedstrijd eigenlijk nog te weinig kunnen laten zien. Dat heeft wel meer tijd nodig om een bepaalde speelwijze erin te slijpen. Maar als je gaat kijken naar een stukje strijd en passie, dan was dat prima. Ja, het was bizar dat we moesten wachten vanwege de vele regenval, dat de wedstrijd werd uitgesteld. Een uurtje wachten, het konden we toch spelen. Kom je binnen een paar minuten 1-0 achter, dat je echt even denkt, wat gebeurt hier? Maar daarna kom je direct op 1-1. Het was gewoon niet ons type voetbal. Ja, die vrije trap tegen, ja, is natuurlijk jammer dat hij erin gaat. Maar we moeten onze kopje niet laten hangen. En dat hebben we denk ik goed gedaan, dat we ons eigen spel bleven spelen. En dat we dan ook nog die goal scoorden. 1-1 is dan natuurlijk lekker en dan moeten we eigenlijk doorpakken. En dat was natuurlijk lastig, want het was echt wel een lastige wedstrijd. Dus daar moet je mee om kunnen gaan. Love playing football, and we like to play attractive football, and we like when we get to be creative. So with the pitch kind of how it was and the game turning into what it came out to be, I think it was a really good test for us to be able to figure out if, you know, if we could play a gritty game and if we can, you know, fight for each other and have each other's backs the way that we have spoken about this whole preseason. And to see that, you know, physically take form in that match, I think, yeah, it was a really special feeling on the field as well, just to know that the people to my left and right had my backs and were also going to fight for me as well, so that was cool. Your whole team is there, scored by number 9, Amadeu Testu.
je kijkt naar de ontlading eigenlijk bij de 3-1. En daarna ook in de kleedlokaal met elkaar. Maar ik moet ook zeggen, iedereen kon ook heel vrij snel de knop weer omzetten om naar de volgende wedstrijd toe te leven. Dus er is gevierd met elkaar, een kort moment, om ons weer voor te bereiden op de volgende wedstrijd. Ja, want dat is het. Overwinning fantastisch, inderdaad gevierd moet het worden. Maar heel snel staat missie 2 op het programma. Je zegt die knop ging vrij snel om. Is dat moeilijk voor jou, voor de speelsters? Nee, want we wisten dat dit het scenario had kunnen zijn. Dus we konden er al vrij snel naartoe leven. We hadden er ook al best wel veel aan voorbereid als staf zijn, hè, voor als dit zou kunnen gaan gebeuren. Dus wij waren er eigenlijk meteen al wel klaar voor. We wisten natuurlijk ook dat Arsenal een hele goede ploeg had. Maar we hebben het team er perfect op voorbereid. En uiteindelijk ook alles aan gedaan in die wedstrijd om ook daar te laten zien in ieder geval wat we waard zijn. It feels like you're more of a group of friends instead of a sports team, and I mean it in a positive way. Yeah, yeah. Is that something you can agree with? Yeah, I mean, I think the best teams are the teams that win, you know, the most important games are the groups that treat each other like family. And I think this team has made it a priority to be a family and to do things together and, you know, to just get past the very surface level relationships and to just really commit to being friends with each other on and off the pitch as well. How special is it? Because you have a group with a lot of nationalities, mm-hmm. with a lot of age difference. How special is that, that it become one big family? Yeah, I mean, it's definitely very rare. It doesn't happen often. So I think, we've put in a lot of work to get to know each other well. And I think the coaching staff has done a really great job of making sure that, you know, we do things together and that we have little experiences together as a group. But I think just the willingness from each other to learn about each other's lives and who we are as people, and not just as who we are on the field, that's been really inspiring for me. And yeah, I mean, this group is super special and yeah, we all just truly care for each other. Ik zit ook regelmatig op de tribune bij de mannen. En als ik alle supporters hoor zingen, dan hebben ze het vaak over passie en strijd. Dus volgens mij is het iets wat bij de club PSV past. En wij willen een herkenbaar spel spelen voor de club PSV. Dus aan de ene kant is dat met strijd en passie. Aan de andere kant is dat ook met creatief voetbal. Met goed voetbal, met veel doelpunten. We hebben gezegd, we willen alle wedstrijden scoren. Dus ja, dat wil ik graag voor zien. Hoe zat het bij jou met de spanning voor die wedstrijd tegen Arsenal? Nou, ik heb eigenlijk nooit zoveel spanning. Ik heb al vaker aangegeven, mij gaat het vooral om dat die meiden op het veld en naar buiten dat die plezier maken. En dat ze het vooral goed gaan doen. Dat ze uiteindelijk kunnen laten zien hoe goed ze kunnen voetballen. Kijk, het podium is van hun. Dus het gaat totaal niet om mij. Het gaat om die speels op het veld. Dus de spanning heb ik niet. Arsenal is a bigger name than Lokomotiv Moscow. What do you expect from that game against Arsenal? Yeah, I mean, Arsenal is Arsenal. So for us, it's an honor to play against them. But I think at the same time, we hold ourselves to a high standard. So it'll be a really great challenge for us as a group. But we expect a good soccer playing match. To have to fight for each other and, you know, to really grit out a game again. So I think for us it'll be a good opponent. So if they play backwards because we press well, you can even go on pressing or move up a little higher. But if it's not possible for moments, like we said before, then drop more. Then drop to our own half somewhere around the midfield.
And we wait for a moment. And again, ball forward, and we press. They play it in our zone, in our hot zone, or however you want to call it. We press. Okay? Opstelling one more. Zo gaan we morgen starten. De details hoe wij het gaan doen, dat we morgen hebben twee meetings. We hebben 2 meetings tomorrow. We also gonna sit down with Damien with set pieces to show what we're gonna do. A lot of things you already know. And we're gonna talk about some details, what we're gonna do when we defend, when we have the ball. Because like I told you yesterday, we're gonna beat them. We're gonna beat them because we're gonna be dominant when they have the ball and when we have the ball. That's what we're gonna do. Okay? Questions for now? Fire. Dinner time. Nou, in die zin maakt het dit iets anders, omdat er natuurlijk veel bekend is over Vivian Miedema. We kennen haar natuurlijk allemaal, zeker hier binnen onze ploeg. En ik denk ook wereldwijd dat zij natuurlijk een aanzienlijk grote speler is. Dus wat dat betreft hoeven we niet heel erg te graven naar de kwaliteiten van haar. Dus wat dat betreft is dat iets anders dan bijvoorbeeld de spits van de vorige wedstrijd. Dus ja, we weten heel goed waar zij heel goed in is. En ja, we weten ook heel goed wat wij moeten doen om daar iets goeds tegenover te stellen. Ja, zoals ik het kan zien, is iedereen topfit. Het was natuurlijk een zware wedstrijd op een zwaar veld, hè, wat nog even geprepareerd moest worden. Maar de training de dag erna, daar spatten de vonken weer vanaf, dus iedereen is fit. Ik denk dat wij nog steeds, zoals altijd, naar onszelf moeten kijken. Wij moeten met een hele hoop strijd in ieder geval op het veld staan. Toch proberen om weer wat beter te voetballen dan we tegen Lokomotief hebben gedaan. Dat was wat moeilijker, het speelde heel compact. Natuurlijk eigenlijk maar in 2 linies, Arsenal zal wat opener spelen. Dus ik denk als wij dat op onze eigen manier doen, dat we een goede kans maken. Nou, ergens over is wel een beetje teleurstelling. Maar ja, je hoopt toch ergens wel een keer een stuntje te maken tegen een team als Arsenal. Aan de andere kant is het ook wel, als je naar de wedstrijd kijkt, Arsenal die een klasse beter is. Misschien ook wel logisch dat je die wedstrijd niet wint. De helft moeilijk Arsenal onder druk, waardoor we ook zelf misschien de bal iets minder hadden. De tweede helft konden we misschien iets sneller onderscheppen en vonden we ook zelf beter de ruimtes. Dus dat maakte het voetbal ook wel makkelijker. Arsenal weet gewoon hele goede goals te maken en de kansen die zij krijgen wel te benutten. Wij hebben wel ook de kansen gekregen, maar ja, het verschil zit hem in het afmaken. En dat is vandaag beter gedaan door Arsenal, dus zo simpel is het en hier zullen we het mee moeten doen. Ik denk, de tweede helft hebben we ook heel snel die aansluitingstreffer gemaakt en dat was alles mogelijk. Jammer genoeg valt er dan ook die 3-1 en werd het weer iets moeilijker, maar ik denk dat we met momenten echt wel hebben laten zien wat dit PSV kan. Ten eerste gewoon heel erg grote teleurstelling natuurlijk, want je bent hier gewoon om je te kwalificeren voor de Champions League. En dat hadden we ook voor ogen en we hadden ook echt het gevoel dat het kon. Natuurlijk, je weet, Arsenal is een goede ploeg, maar zij hebben nog een kortere voorbereiding gehad. En dat er dan toch op basis van dat het toch niet lukt, is gewoon vervelend, is gewoon balen. En vooral omdat het kleine foutjes zijn waardoor je verliest en dan hebben zij te veel individuele kwaliteit. En dat straffen ze direct af. Dus ten eerste is het dan gewoon een grote teleurstelling. Maar dan ten tweede, hoe wij de tweede helft hebben gespeeld.
ben ik ook wel trots op het team. En dan vind ik ook echt dat we het goed hebben opgepakt en hoe we samen dat dan ja, zijn gaan voetballen. Na de hand zei hij hier in het restaurant tegen de speelsters: jullie mogen trots zijn wat jullie hebben laten zien, maar voor trots koop je niks. Is dat misschien kort samengevat ja, wel het motto van deze week? Nee, dat is niet de samenvatting van deze week. Het is wel een samenvatting eigenlijk als je het hebt over wat je uiteindelijk wil bereiken als je in de top wil gaan spelen. Dan kun je goede wedstrijden spelen, maar gaat uiteindelijk wel omdat je die wedstrijden gaat winnen. Dat was nu niet gelukt. Hè. Arsenal is nog een stap beter dan PSV is. Maar het trotse zit hem wel in dat je een hele moeilijke eerste helft hebt. En als je kijkt hoe je dat de tweede helft eigenlijk herstelt en dat je niet alleen strijd levert, maar ook nog eens goed voetbal speelt. Want daar was ik echt super enthousiast over met hoe wij door linies gespeeld hebben. Continu creativiteit, met lef. Ook al is het heel moeilijk geweest, ook al heeft het heel veel kracht gekost. Ja, dan mag je daar trots op zijn. Maar uiteindelijk, ja, als je verder wil komen in Europa, ja, dan moeten we wel naartoe groeien om deze wedstrijd ook te gaan winnen.